Ik ben Mick Smits en ik ben binnen Messacola Drama, de producent van deze film, de Business Affairs Manager. Ja, de film. Over welke film hebben we het? Nou, we hebben het over de Grote Sinterklaasfilm. We zijn hier bij Paleis Hoesdijk voor opnames van de Grote Sinterklaasfilm. Dit zijn de eerste opnamedagen, maar de andere opnames worden ook in onze mooie gemeente Voorne aan Zee gemaakt. Jaarlijks gaan er meer dan 250.000 bezoekers naartoe. En dit jaar zijn we bezig nu met de opnames voor de zesde film, de Grote Sinterklaasfilm Stampijn de Bakkerij. Dan raad je al een beetje waar het over gaat. En dat filmen we hier op Paleis Soestdijk, het paleis van Sinterklaas, maar ook in de gemeente Voorne aan Zee. We zijn altijd wel op zoek naar partnerships, ook met gemeentes. We hebben een aantal jaar de gemeente Vijf Herenlanden gehad, de gemeente Alkmaar ook. En we waren weer op zoek naar een mooie historische plek. En dan kom je heel snel uit bij Brielle, bij Hellevoetsluis, waar een prachtige boot ook ligt, waar we ook scènes in gaan draaien. En hebben we ook nog een leuke wethouder vanuit de gemeente, die ook een klein rolletje heeft. En jullie hebben ook, kan ik een soort primeurtje, een burgemeester vanaf vandaag. Wie is de burgemeester? Dat willen de kijkers wel weten. Nou ja, de burgemeester wordt gespeeld door Johnny de Mol. Dus we hebben Johnny de Mol als burgemeester van de gemeente Voorne aan Zee en daarnaast Igor als wethouder. En die gaan samen ook een prijs uitreiken voor een speciaal moment in de film. Ja, we werden eigenlijk benaderd vanwege onze mooie historische binnensteden. Zeker als je kijkt naar Brielen en Hellevoetsluis. En dat vonden wij ook als gemeente een hele mooie kans om onze jonge, nieuwe gemeente goed op de kaart te zetten voor een heel breed publiek, namelijk heel Nederland. Ja, volgens mij is dat een hartstikke mooie kans die je maar zelden in je leven krijgt. Maar ik vind het vooral een hele mooie kans om onze gemeente op de kaart te zetten. En te laten zien hoeveel moois Voorne aan Zee te bieden heeft. Die pakken we met beide handen aan. Om die reden pak ik ook daar mijn verantwoordelijkheid in. We draaien vanaf 2 oktober in de bioscoop. In meer dan 140 bioscopen, wat altijd fantastisch leuk is. En ik zou zeggen, en ik denk dat de wethouder dat ook wel zou zeggen, ga naar de film toe. De paleis wordt fantastisch in beeld gebracht, maar vooral natuurlijk ook jullie gemeente. Met Martin Meiland, Robert Brink, Johnny de Mol, Victor Brandt. We gaan echt bezig om weer een leuke film te maken. En 2 oktober in de bioscoop. Ook bij jullie trouwens dan, ergens in de buurt.